Yo, mijn naam is Steven en in deze video gaan we natuurlijk gewoon weer interviewen. Let's go. Hoe zouden jullie je kind later nooit noemen? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Weet je niet? Heb je niet een naam waarvan je denkt, zo, dat is echt een lelijke naam? Jawel. En dat is? Johnny. Johnny. Oké. Okay. En jullie? Gert-Jan of zo. Gert-Jan. Wel. Dien. Dien. Wie is Dien? Ja, Dien denkt dat hij driller is, maar daar is hij echt niet. Nee, waar is die driller? Wil je iets zeggen tegen hem? Hoi Dien. Hoi. Oké, okay, en voor jou nog eentje naam? Kimoa. Snap je. En wie zijn, kennen jullie diegene ook echt? Nee, niet persoonlijk. Niet persoonlijk, oké. Oh, zo sta je. Jij heeft een ijsbad tegen mijn gezicht aangegooid. Ja. Op de schaatsbaan. Ja. Waarom? Weet ik niet. En toen had ik een oorontsteking. Wil je tegen hem iets zeggen? Nee, eigenlijk niet. Oh, nee? Oké. Okay. Oké, en die andere twee, wie zijn dat? Ja, niet persoonlijk bedoeld. Niet persoonlijk, maar je hebt gewoon een lelijke naam. Ja. Oké, okay. En voor jou weer Fieke, toch? Fieke, en wie is Fieke? Ja, gewoon echt. Ze is zo anders. Ja, onze baas. Zij is eng? Eng. Zij is... Oké. Wat? Lijf? Oké. Oké, lijf. En bestel natuurlijk ook je merch op www.steamgrossad.nl. En dames en heren, woensdag 6 november, schrijf die datum alvast in je agenda. Dan komt er een video online. Die wordt vet, hij wordt gruwelijk, hij wordt fenomenaal, hij wordt fantastisch. Die moeten jullie sowieso allemaal gaan kijken. En er komen superveel mensen in voor die jullie allemaal gaan kennen. Woensdag 6 november, 2:30. Zet hem in je agenda. We gaan door met vier. Oké, wat wil je vertellen? Ja, ik vertel. Waar we hier zijn, dit is Tilburg City. Dit is Tilburg. Dit is Tilburg. Klopt. Wat we nu zijn hier, wat je nu ziet, is genoemd... wij zijn het. Zijn we één. One of is de Febo. De Febo, die is daar. Dat is een afgesproken plek, ja, die tegenover. In ieder geval, deze plek is onze ontmoetingsplek voor ons. We elkaar ontmoeten, hè? Ja, klopt. We zitten vinden zo. Deze plek noemen we de Febo. Welkom even tillen. Welkom. Juist. Weekend. Fijn weekend. Zeggen we, jongens, heb geleerd, maar ik van Arie, Bonsi man, Polonaise weekend. Mensen gaan een beetje Bonsi man. In het Antilliaans weekend. Weekend was een weekend, bon weekend. Hebben jullie een relatie? Ja. Nee. Oh, jij wel. Met Bram. Zo, dat ging makkelijk. Wil je iets zeggen tegen Bram? Nou ja. En niet zo van, ik hou van je of zo. Jawel, ik hou wel van. Ja, is een leuke jongen? Ja. Hoe lang hebben jullie al? Bijna 2 maanden. Zo. Oké, en wie heeft die gevraagd? Ja, hij mij. En hoe heeft hij dat gedaan? Ja, op Snap. Op Snap. Niet in het echt. Nee. Waarom niet? Weet ik niet. Jee, Bram. Slecht. Je moet het opnieuw doen. Maar hij vroeg gewoon, hij stuurde jou een berichtje. Hey, wil je een verkering? Nee, niet zo. Maar het is anders gegaan. Nou, neem ons mee in het verhaal. Dat hoeft eigenlijk niet. Nou, ik ben heel benieuwd. Nee, dat hoeft eigenlijk niet. Jawel, iedereen wil het nu weten. Iedereen hoeft het niet te weten. Jawel. Zij zei ook ja. Ja. Jij zei ook ja. Snap je? Ja. Nee. Nu moet je. Nee, ik moet. Jullie mogen het ook vertellen. Ja, dat mag. Maar we weten het niet hoe het is. Verdomme. Met welk bekend persoon zou jullie ooit op date willen? Dat weet ik echt niet. Nee, ik weet niet. Ja. Ja, de Anna. Jultje. Nee. Roxy Dekker. Ja, Roxy Dekker. Wat wil je zeggen tegen Roxy? Stuur me een appje. Zo. Oké. Okay. Nee, een snap. Snap. En jij? Ik ga er geen uitspraak over. Ja, weet je zeker? Nee, dat hoeft niet. En jij? Ja, ik heb al iemand, man. Heb je een vriendin? Hoe heet ze? Jasmijn. Ah, oh, wat schattig, dames en heren. Wil je iets zeggen tegen Jasmijn? Ja, ik vind het super lief. Ah, oh, lief. Maar jullie hebben dus niemand? Nee. Maar wel een ex? Nee. Nee, ook niet? Nee. Zeker? Ja. Oké. Heb je nu iemand op het oog? Nee. Zeker? Ja. Ik geloof er helemaal niks van. Met welk bekend persoon zou jullie ooit op date willen? Of voor jou als je dan niet met Bram zou hebben? Ik weet het eigenlijk niet. Alessio. Nee, die nieuwe... Jens Matthijssen. Wie? Jens Matthijssen. Snap je? Van Willem II. Wie is... Oh, de voetbalclub. Ja. Ik zat aan de school te denken. Oké. Dus die vind jij wel, wel knap. Ja. En lijkt Bram erop? Nee, echt niet. Ho, gewoon niet. Nee. Oké, wie is leuker? Wie ziet er knapper uit? Bram. Zeker? Ja. Oké. Dus voor jou dezelfde Matthijssen? Of Alessio of Anton of weet ik veel. Nee. De standaard. Ja. Ja, oké. Dat zegt iedereen. Ja, dat klopt. Oké, wat wil je nog meer vertellen? Ik vertel. Oké, vertel. Hier ben ik weer, jongens.
Ja, wat wil ik vertellen? Ik ga dat vertellen. Dit is dus de plek Febo. De Febo-plek. Ja, dit is Febo-plek, ja. Zo noemen we deze plek Febo. In ieder geval, ik wil wat vertellen over deze plek. Oké, vertel. We zijn midden in de stadstraat. Juist. Dit is ook de stad. We zijn de stad Tilburg. Dit is geen Breda, dit is Tilburg, hè? Maar dit hier is de Febo. En ik wil gewoon zeggen van een winkel. In de stad heb je een winkel. Febo is de winkel van hier is, zeg maar, Zara. Zara en Zara is daar. Dat is de winkel van de Febo, van de plek. Juist. Dat is een bekende winkel van dit. Juist, klopt. Zara. Zara, Febo. Rustiger geworden, maar ja. Zara, Febo, Zara. Ja. En jullie hebben dus niemand? Nee. Wel een ex? Nee. Ook niet? Ja. Jij wel, hè? Ja. Jij wel, hè? En? Wie is dat dan? Wie? Wat? Nee. Wie is Quinty? Ja, iemand die bij ons in de klas zat. En die vond hij leuk? Nee. Ik vond het zielig om nee te zeggen. Oh, maar jij vond het zielig om nee te zeggen, dus dat heb je ja gezegd? Ja. Maar ze is echt heel lelijk. Hoe lang hebben jullie gehad? Ja, een dag. Een dag? Ik zei, het is uit. Alleen zij dacht dat ik zei, ja, we gaan een avondje uit. Dat is niet best. En wat hebben jullie toen gedaan? Ja, we hadden van die gare wasknijpers en dan kon je opzetten hoe je je voelde of zo. En in de klas, ik vond het ook een beetje gay. En zij loopt dus gelijk zo helemaal rood. Zo. En had ze haar wasknijper op gelukkig hangen. Oh, wat schattig. En wanneer is het toen dus wel uitgegaan? Ja, een dag daarna. Een dag nadat jullie die avond nog wel iets leuks hebben gedaan? Nee, zeker niet. Nee, dat niet. Oké. Welke influencer mag nou echt stoppen volgens jullie? Fontijn. Ja, ik ook. Echt niemand. Waarom? Hij is zo aardig. Ja, hij is een beetje raar playertje. Ja. Welke influencer mag je echt stoppen volgens jullie? Waarvan je denkt, nou, doe maar gewoon eigenlijk niet meer. Ja, weet ik. Ik weet het echt niet. Glenn Fontijn. Ja, ik weet niet of hij nog iets doet, maar... Waarom Glenn? Ja, gewoon hoe hij doet. Oké. En jij? Gio Latoy. En waarom Gio? Dat is gewoon echt de chappie. Wil je het zeggen tegen hem? Ja, stop gewoon. Als jullie een tijdmachine zouden hebben, je zou vooruit en terug kunnen gaan in de tijd. Wat zou je doen en waarom? Ik had al laatst met mijn zusje erover teruggaan in. Teruggaan, en dan wat zou je doen? Vroeger andere kleren aan hebben. Want jij had vroeger lelijke kleren aan. Nee. Nee. Oké. Ik zou ook terug in de tijd gaan. En dan? Van je fouten leren. Ja, hey. Dat. Ja. En wat voor fout heb je gemaakt? Dat zeg ik maar niet. Ik zeker? Ja. En voor jou? Ja, ik vooruit. Vooruit. En wat zou jij doen? Of waar zou je naartoe willen gaan? Naar de stad en feesten. Verschrikkelijk. Doe even normaal. Hoe oud zijn jullie? 12. Verschrikkelijk zeg. Ik word bijna 13. Nog? Over een week. Zo, alvast gefeliciteerd. Maar niks aan stappen. Is niet goed voor je. Hebben jullie levensadvies voor de kijkers thuis? Gezond eten en niet vapen of roken. Juist, want als je dat wel doet, dan ben je een... zeg je? Klopt, ben ik helemaal mee eens. Oké, en jullie levensadvies? Ja, hetzelfde. Hetzelfde. Niet dat is slecht voor je. Ja. Klopt. Gewoon je gedragen. Juist, dat vind ik ook. Kun je niet direct even shout-out staan? Wat? Ja, zusje doen. Nou, naar je zusje? Heel graag, Steve. Nou, hup. Zoe, shout-out naar jou. Snap je, Zoe? Shout-out naar Zoe, dames en heren. Hebben jullie levensadvies voor de kijkers thuis? YOLO. Ja, YOLO. YOLO. Ja. Gewoon YOLO gaan. Ja. Gewoon YOLO. Ja, gewoon. YOLO. Gewoon als je iets wilt doen, doe het. Ja. Snap je? Slechte dingen doen. Wil je iets zeggen tegen de mensen thuis? Fijne week. Fijne week. Fijne weekend. Fijn weekend. Oké, dat was het weer. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal beneden. 6 november. Zorg dat je hem nog steeds in je agenda zet. En ik zie jullie volgende week. Doei. Tot de volgende keer.